jullie kennen elkaar al heel lang, maar waar hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, waar ik houd van die Tories, waar hebben we elkaar ontmoet? In Nederland, in het huis van de familie Witteman. Ik was daar met mijn Thea was vriendje. Met een vriendje. En ik was had ook vrienden uit, zo. Ik was net uit de Verenigde Staten gekomen. En daar ontmoetten we elkaar. En van mijn vriendje in Suriname had ik een auto gekregen toen ik hier naartoe kwam. Mooie sport. Een sportauto. Ik had een dokter als vriend in Suriname. Ik heb ook nog even met hem gewoond. En toen ik uiteindelijk weg wilde, kreeg ik die auto mee. Die werd dan op de boot gezet. Dus met die auto ben ik naar die vriend Witteman gegaan. En toen kwam Marijke binnen. En toen. En toen zei Thea... Nou, zullen we nog even met z'n drieën, met haar vriendje en ik, een stukje gaan rijden? Nou, dat deden wij. En wij gingen naar een cafeetje. En, in Bloemendaal. En in Bloemendaal. En ik ging even naar buiten en Thea kwam mij achterna en vroeg, mag ik je een zoen geven? Ik zei ja. En nou, dat was het. En toen gingen we in die auto met dat vriendje en die gingen we naar het station brengen. En toen zijn wij naar het Bloemendaalse bos gegaan en daar zijn wij ontzettend gaan vrijen. Oh ja. Totdat. En toen bam, 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 bam. Politie. Wat doen jullie? Maar dames, wat doet u nu? Ja, ik heb net haar vriend, dat zei Theo hoor, ik heb net haar vriend naar het station gebracht. Die zit in dienst, in militaire dienst. Ja, maar dames, dit kan echt niet hoor. Nee, agent, we gaan weg. En zo is het begonnen. Dat was het begin en toen is het nooit meer gestopt. En Thea ging na 3 maanden weer terug naar Suriname. En ik was net terug uit de Verenigde Staten. En we hebben hotelkamers gehuurd in Bergen en we wilden met elkaar zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar zij ging terug naar Suriname en toen zei ik, ja, ik kom ook. Maar ik moest nog even geld verdienen, dus ik ben weer even op scholenles gaan geven. En vanaf 12 april 1965 wonen wij samen. Zo? Dat is 55 jaar geleden. Maar... Want ik las, want op Wikipedia staat van alles. En op Wikipedia staat dat Thea naar Suriname is gegaan in 1961. Klopt. Dus weer teruggekomen. Ik was even met een soort vakantie. Ik had werk en ik werkte voor een krant ook. En ik deed dingen voor een blad. Maar schrijven. Toen was ik eventjes hier in Nederland. Maar ik wilde absoluut terug, want ik vond het prettig werken daar. Maar hier geboren, in Den Helder geboren? Ja, mevrouw. En hoe was dat in Den Helder? Want het lijkt me zo'n dorp. Nee, maar toen was ik dus heel klein, ja. Als het mag. Ja. Dus ik ben daar geboren. En op een gegeven moment, 38, 40, brak de oorlog uit. Dus ik weet niet zoveel van Den Helder verder. Iedereen moest geëvacueerd worden. Den Helder was ze eruit. Een strategische stad. Dus toen ging ze met haar vader was op zee. En toen ging Thea met haar moeder terug naar Amsterdam, naar het ouderlijk huis. Mijn moeder kwam uit Amsterdam. Ja. En eerst gingen we bij een familie. Dus die zus van mijn moeder woonde in Amsterdam. Dus eerst waren we even daar. En uiteindelijk heeft mijn moeder een eigen huisje gevonden in de Bellamy-straat. Dank u wel. Heel klein straatje, heel klein, heel smal. Dus toen mijn vader met zijn geweldige militaire auto in 1945 terugkwam, toen zei ik wil hier niet blijven. Ik ben niet gewend aan klein straatjes. Dat van een Suriname. Dus hij wilde een geweldige toestand en hij reisde naar IJmuiden en nog iets anders. Maar in ieder geval zag hij Bloemendaal. Ha, huizen met tuinen, dat wilde hij. Nou, Bloemendaal, het klinkt zo chic en duur. Ja, dat was het ook. Was het de rijke vader? Nee, maar hij was wel
zelfstandig? Nee, het was, hij ging gewoon, hij wilde een huis met een voortuin en een achtertuin, zoals hij in Suriname gewend was. En dat was in Bloemendaal en daar ging hij met zijn Amsterdamse vrouw wonen. Okay. En ik woonde ook in Bloemendaal. Dus zo ontmoeten we elkaar. Ah, oké. Okay. Maar, want ik zit te denken, oké, die vader is Surinaams. Uw vader is Surinaams en moeder is Nederlands. In de oorlog, best wel vervelende tijd in Nederland. Was het voor uw moeder niet lastig om, ja, eigenlijk met een halfbloedkind in Amsterdam te wonen? Was dat niet? Het was best moeilijk. Ik weet wel, maar nu ben ik slecht in taal. Maar het was een huis met verdiepingen. Mm-hmm. En die bovenbuurvrouw zei op een gegeven moment iets over mijn kleur. Mm-hmm. Maar toen had ik nog echt kleur. Mm-hmm. Dus dat vond mijn moeder best moeilijk. Mm-hmm. Maar ze heeft er nooit moeite mee gedaan, moeilijk over gedaan tegenover mij. Maar ik weet wel dat er een of andere tori was. Dus uiteindelijk, een jaar later is nog mijn broertje geboren. Maar ik was iets Surinaamser. Maar dat vond zij dus oké. Okay. Mm. En zo ben ik dus opgegroeid, half in Amsterdam. En toen in Bloemendaal, daar op een lagere school. Ja, toen ben ik ook nog uitgescholden. Dus wel vervelend. Ja, hoezo? Ja, ik was gekleurd. Oh, maar in Bloemendaal. Nou, en ook voor je haar. Ja, mijn haar op de foto's had ze heel groot haar. Mm-hmm. En dat was in Bloemendaal natuurlijk ongekend. Dus ze werd uitgescholden voor negerin. En dat was natuurlijk wel best wel heftig voor een kind. Nou, het was vervelend. Maar ik rende altijd weg. En ik zat in Amsterdam, dat was Bloemendaal. En ik zat alleen af en toe in dat Bloemendaalse bos. Mm-hmm. En dat deed ik nog meer. Oh, ik knikkerde op straat. Nou was dat dan niet eenzaam, want kinderen willen spelen. Jawel, maar ik kon mezelf amuseren. Mm-hmm. Die had wel vriendinnetjes. Die buurmeisjes. Ja, daar had je wel goed dat mee. Ja. Maar niet echt heel prettig. Nee. Maar ik heb daar gewoon toch gedraaid. En mijn moeder was altijd heel aardig. Mijn vader was al weer weg. En uiteindelijk ben ik daar dus in Haarlem op de middelbare school geweest. Net als Marijke, maar ik was protestant en zij was katholiek. Dus we hebben elkaar niet echt daar ontmoet. Maar op een gegeven ogenblik wilde ik gaan schrijven en journaliste worden. Dus toen ben ik eerst bij de Bloemendaalse Courant gaan schrijven. En later, om een opleiding te vinden in Zutphen, was daar dus ook een opleiding, Zutphen Deventer, ben ik daar bij een krant terechtgekomen. Mm-hmm. Nou, toen ben ik lekker gaan schrijven. En toen, en wanneer is het idee gekomen van, nou, ik ga naar Suriname, ik ben half Surinaams, ik ga naar Suriname. Wanneer is dat idee gekomen? Vrij snel, nadat ik dus journaliste was geworden, officieel erkend. Mm-hmm. Toen zei ik, en nu wil ik naar het land van mijn vader. Oké. Okay.